Ik ben Ineke Haring, senior verpleegkundige op de 7e etage COVID-afdeling. En ten tijde van de coronacrisis was ik ad interim unithoofd. Ik ben Pauli van Hulst, ik ben geriatrieverpleegkundige. Momenteel werkzaam op de COVID-afdeling. Hoe kijk je terug op de eerste golf? De eerste golf, ja, dat was een hele ontzettende hectische tijd. Het is allemaal nieuw, ook voor de verpleegkundigen. Die kenden ook de patiëntencategorie natuurlijk niet. Dus voor hun was het ook best wel spannend hoe het allemaal zou gaan lopen. Van de ene op de andere dag werden we een COVID-afdeling. Er gebeurde ontzettend veel en we waren helemaal niet bekend met het ziektebeeld. We wisten ook niet wat het was, wat het deed eigenlijk met patiënten. En er kwam ontzettend veel op ons af. Je stapt op een trein op dat moment en die trein die gaat. En er is heel veel gebeurd en nu als je achteraf terugkijkt, denk je, jeetje, wat hebben we eigenlijk meegemaakt? Een hoop met elkaar. Wat heb je met je team geleerd? Van de eerste COVID-crisis hebben we vooral geleerd hoe het met de patiënt verloopt. Dus wat we van het ziektebeeld kunnen verwachten. En daarnaast hebben we ook hele praktische dingen geleerd van de COVID-periode die ervoor ligt. Met name hoe kunnen we de afdeling het makkelijkste inrichten. Hoe zorgen we ervoor dat het voor de verpleegkundige ook prettig is om in te werken. Ook allerlei andere logistieke processen. Hoe doen we het met eten en drinken uitdelen. Goed voor elkaar zorgen. Er voor elkaar zijn. Dat is heel belangrijk. Met name voor je teamgenoten. Maar ook voor de patiënt, de begeleiding naar de mantelzorger toe. De impact die het mentaal op iedereen heeft. Hoe heb je je met je team voorbereid op de tweede golf? Ik denk met name op het psychosociale stuk dat we daar heel erg mee bezig zijn geweest. Er is psychologische ondersteuning geweest, ook ten tijde van de eerste crisis. Maar ook nu zijn we daar nog steeds mee bezig. Het voordeel is dat we wel nu inmiddels weten wat het is. Weten wat er van ons verwacht wordt. Daar zijn we heel blij mee. Dat we dan ook nieuwe medewerkers en nieuwe collega's daarin kunnen meenemen. Dus we staan wel wat steviger in de schoenen. Maar, moet ik er ook bij zeggen, we zien er wel weer tegenop wat het met ons weer gaat doen. En de zwaarte lichamelijk, geestelijk, op alle fronten eigenlijk. Dus ja, voorbereiden kan je niet helemaal. Maar we gaan er wel weer voor. Zeker. Waar hoop je op voor de komende 6 maanden? Nou, ik denk dat we wel hopen dat we met elkaar er doorheen komen op een goede manier. En dat we ook geleerd hebben van de vorige periode wat het met iedereen doet en welke reacties dat dus daadwerkelijk uitlokt. En hoe je dan met elkaar ook om moet gaan en hoe je elkaar tot steun kan zijn. In goede gezondheid, hè, we gaan ook de influenza-periode in, dus dat maakt het ook lastig. Iedere verkoudheid of hoest moet je je laten testen, met recht ook. In de tweede plaats ook heel belangrijk. Ook weer kom ik toch weer terug op dat mentale stukje, elkaar er doorheen slepen, ook rekening mee houden. Dat als een collega niet lekker in de vel zit, dat er even niet kan, even zegt en hoop ook dat de ruimte er is om het te kunnen zeggen. Ik wil nu even niet op de coronapatiënten, dat die ruimte daar ook voor is, dat ze even zich terug kunnen trekken en het niet hoeven. Dus klaarstaan voor elkaar, open zijn en eerlijk zijn naar elkaar toe en je gevoelens durven uiten. Ik hoop dat dat lukt en kan. En daar heb ik vertrouwen in dat dat lukt.